Take 222. De stem van Philip Bloemendaal. Geachte kijkers, u gaat zo dadelijk een reportage zien van de jongens die koffie met den koning gaan drinken. Die gaan spreken over de bekerwedstrijd van VVV Venlo tegen de Adelaars uit Deventer. En nog meer dingen zoals grappige wetenswaardigheden over eventuele Griekse nieuwe spelers. Dit is Koffie met den Koning. Ik moet niet wel lachen. Ja goed Frans, in België zeggen ze 7 op 9. Wij noemen het 3 gespeeld, 7 punten. Tevreden toch of niet? Ja, sowieso. Kijk, die 2 wedstrijden die je wint, dat is gewoon klasse. Ja, die moet je winnen. En ben je fatsoenlijk? En dan zijn, vooraf denk je, punt tegen Heerenveen, dat teken je voor. Is wel zuur dat je hem op het laatste tegenkrijgt. Ja, maar op, met een punt tegen Heerenveen moet je tevreden zijn. En met 7 punten uit de winterstop komen, zijn we ongeslagen in 2021. Is toch gewoon geweldig voor ons club. En er maar weinig die dat kunnen zeggen op dit moment. En toch? Belangrijk, Lucas, een wereldgoal gezien. Ja, want zoals we de vorige keer zeiden bij een van de wedstrijden van VVV. Niet goed, wel spannend. Dit was lelijk, maar prachtige doelpunten. Ja, ze waren eigenlijk te mooi voor deze wedstrijd. Allebei. En voor John ook heel belangrijk, want ik zag een paar keer al, Roemer speelde heel erg goed. Ja. Ik zag een paar keer uitstekende voorzetten van Roemer komen. Als hij iets langer haar had gehad, had hij de eerste en wellicht ietsjes beter timen. Want op een gegeven moment leek wel een kapot kermishorloge. Ik zag John, die bal die is voorbij. Ja, en dan doet hij nog zo. Hè? Nou ja, dat was ietsjes te laat, maar hij maakte hem wel goed af. Ja, fantastisch. Uiteindelijk en ik appte jou, hè. Ik zeg, Lucas, ik ben nog altijd gewoon tevreden met een puntje. Ja, een minuutje later viel die. We hebben toen in 2012, kan ik me herinneren, vier keer niet gewonnen. Nee, 4 keer gespeeld in Go Ahead, niet gewonnen. 1 keer in de voorbereiding verloren we. 3-4-0 volgens mij. Daarna in de beker. Dat was een episch potje daar in Deventer. Dat was een wedstrijd. Dat werd na 90 minuten 2-2 en na 120 minuten 4-4. In de laatste seconde maakte hij nog die gelijkmaker. Toen Pinanti's verloren er nog uit. Ja, maar dat is allemaal niet belangrijk. Dat waren de eerste 2 en toen kwamen er 2 hele belangrijke in de play-offs. In de play-offs, ja. Toen kregen ze echt gereden. Ja, toen verloren we daar. 1-0 volgens mij en thuis maakten we de 3-0. Die 3-0 heeft nooit ergens gestaan, want toen was iedereen hier al ingestort. Wij gaan nu lekker tegen Go Ahead Eagles spelen. Denk je, want we lopen hier door de wandelgangen. Die beroemde wandelgangen, daar komen we stand tegen. Nou, die was geen gyros aan het bestellen. Hij kwam net voorbij lopen. Bellend, en volgens mij zat er weer een woordje Grieks bij. Ja, Lucas, zal er dan weer een nieuwe Griek gaan komen? Ja. Ik heb wat namen gehoord. Nou. Ik heb Assimarakis gehoord. Ik heb Knopilos gehoord. Maar dat zijn de geruchten. Hoe dan ook. Het gaat erom, VV schijnt nog een nieuwe nummer 6 te krijgen. En het is ongeveer hetzelfde lichaam heeft als jou. Ja, dat hoop ik toch niet, want met 105 kilo heb je in de Eredivisie helemaal niks te zoeken. Ja, Stan heeft hem weer ergens op te duikelen. Misschien wel met info van onze eigen held, epische knaller, il fenomeen, weet ik hoe je hem allemaal moet noemen. Wel jammer dat hij niet scoort, hè? Ja, want we hebben deze nog, hè, Lucas. We hadden deze nog. We hebben nog steeds. Ik zei vorige keer 2 keer voor Giacomakis. Ja. Nou niks. Ja. Ja, nee. Eén voor een puntje. Eentje voor... Nee, Lucas. Die bewaren we voor een keer. Voor het volgende doelpunt. Ik vond het wel uitstekend, Giacomakis. Gewoon een wedstrijdje vrijgenomen om de komende wedstrijden te shinen. Dat bedoel ik, want zo belangrijk was het niet. Nee, John kan dus ook heel mooie doelpunten maken. Niks aan het handje. Giacomakis hebben we af en toe niet nodig. Dat zie je. Kun je even goed een punt halen tegen Heerenveen. Op naar de wedstrijd tegen Go Ahead. Op naar misschien wel de kwartfinale. De laatste 8 van de KNVB-beker. Wij hebben er zin in. Nu zie je.